Na 13 maanden zwangerschap was de stadsboerderij vanmorgen het toneel van een blijde gebeurtenis. Het is vanmorgen geboren. Tegen 8:15. Ik kwam aan op de boerderij, kwam de stal in en werd ze net geboren. Het is allemaal vlot gegaan. Nou, de moeder had minimaal 13 maanden nodig om te bevallen. Ja, nee, dat de bevalling was een hele set. Ja. Maar ja, goed. Wanneer het precies is begonnen vannacht, dat weet ik zo niet. Okay. Maar het zag er prima uit vanmorgen. Het is een meisje. Ja. Een meisje. En hebben jullie al een naam voor? Ja. We hebben net eventjes overlegd in de kantine. Ja. En het is Aafke geworden. Hoe? Aafke. Aafke. Ja. Oké, leuke naam. Ja, dankjewel. De moeder en vader gaat het ook goed, denk ik. Ja, moeders gaat hartstikke goed. Vaders, die is helaas niet meer op de boerderij. Dus dat weet ik niet hoe het daarmee is. Nee. Maar mijn moeders en dochter en de tante gaat het ook hartstikke goed. Ik hoorde een poosje geleden dat ik bij de 10 genomineerden voor de titel Beste Lokaal Bestuurder 2017 hoor. En ja, dan sta je in een rijtje met illustere bestuurders. De commissarissen van de Koning van Noord-Brabant, van Gelderland, de burgemeester van Rotterdam. Dat is wel iets om trots op te zijn. Hoe ziet u uw kansen? Nou ja, de kansen die zijn naar de mensen die gaan stemmen. Want de nominaties die worden vrijgegeven aan wie dat wil om daar een stem op uit te brengen. En ik hoop dat veel mensen dat uiteraard zullen doen. Het is een mooie opsteker voor mij. Misschien ook wel een beetje voor de stad waarin ik mag werken. En dat kan allemaal via de website van binnenlandsbestuur.nl. In Almelo tref je fantastische vormen van werkgelegenheid aan. In een winkelbestand, een middenstand die weer aan het opkrabbelen is. Maar in Almelo tref je ook grote problemen aan. Almelo is niet iedereen is in staat om op hetzelfde tempo mee te komen met de dingen die wij zelf heel vanzelfsprekend vinden. En daar moet je ook oog voor hebben. Almelo is een stad waar mensen ook langdurig werkloos zijn. Waar mensen sociale problemen of vraagstukken hebben. En een gemeentebestuur moet daar ook zorg aan besteden. De samenleving trouwens ook. En daarnaast Almelo is, ja, het is wel een stad. Dus we hebben ook te maken met vormen van criminaliteit die je in steden tegenkomt. Ja, en met elkaar, met de politie, treden we daar tegen op. Maar bovenal blijft dat Almelo een fantastische stad is om in te leven, te wonen en te werken. Ik noemde net al even dat ondernemers in de grote stad Noord het project Start je winkel zijn begonnen. Waarbij ze samen met makelaars, samen met financiële adviseurs, maar ook met hun eigen denkkracht ervoor zorgen dat andere ondernemers een winkel beginnen in Almelo. Ik heb afgelopen zaterdag By Zoe geopend, een zaak aan de Grote Straat Noord. Een jonge onderneemster die op dat project is ingestapt. En er zijn nog een aantal nieuwe ondernemers die in de wachtrij staan daarvoor. Dus ja, je kunt winkel niet tegenhouden om te vertrekken, of het nou uit Almelo is of van een andere plek. Maar je kunt wel een gastvrije sfeer creëren voor nieuwe ondernemers. En dat doen onze winkeliers momenteel heel goed. Wij ondersteunen dat initiatief uiteraard. Ik benadruk altijd dat gemeentelijke winkels niet bestaan. Dus de gemeente kan ruimhartig zijn in bestemmingsplannen, in het bereikbaar houden van het winkelgebied. Daar zijn we ook druk mee bezig om daarover na te denken en maatregelen op te nemen. Maar ja, uiteindelijk vergt het een ondernemer of een onderneming die zegt, ik steek mijn nek ervoor uit om hier een bedrijf te beginnen. Almelo zegt op de weg omhoog. En ik ben ervan overtuigd dat we in alle delen van de stad en ook in alle delen van onze samenleving zullen gaan merken dat we de komende jaren weer de weg omhoog gevonden hebben. Na de presentatie zullen we een vijftal insprekers hebben. En de aanvraag zoals die er ligt is gedaan door Boerdekker voor de verre toekomst. Is echt een doorkijk. En hiermee is eigenlijk door Boerdekker de stikstofruimte voor de toekomst, zoals hij die wenst, gereserveerd. Ik ben principieel tegen megastallen. Maar we zullen het sociaal-emotioneel niet over hebben. De gemeente Almelo laat een MER-onderzoek doen. En een GGD-advies, wat ik begrepen heb. Is het tijd nog te keren? U kunt als raad een belangrijke stap zetten door geen medewerking te verlenen aan de wijzigingen van het bestemmingsplan. Dit meer moet stoppen. Het moet naar minder dieren en grondgebonden agrarische activiteiten. Dan is er ook geen mestfabriek nodig. Is de door u uitgerekende opbrengst van 1,2 miljoen meer waard dan de leverbaarheid van de gemeente en haar inwoners? De vraag stellen is hem beantwoorden. Het plaatselijk belang Aardorp wil graag meedenken in een invulling van de Noordflank. Ik dank u voor uw aandacht. We staken het bedrijf aan de Westermaatweg, waar tot dan toe altijd nog vleesvarkens gehouden werden.
We kopen het voormalige pluimveebedrijf aan de Schouderstraat 17, waar voorheen meer dan 25.000 kippen werden gehouden, en kopen het varkensbedrijf aan de Schouderstraat 60 terug met de mogelijkheid om daar onze bedrijfsactiviteiten te concentreren. En de deal daarbij was ook dat we een prijs betalen boven de getaxeerde waarde, waar ook uitbreidingsmogelijkheden en het samenvoegen van de bedrijven een mogelijkheid was. En mijn eerste gedachte was, misschien moet ik wel stoppen met het consumeren van vlees. Misschien heeft dat wel tot effect dat dat dan in elk geval wat andere zaken teweeg brengt. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik zover nog niet ben, want waarschijnlijk is mijn vlees te zwak. En als ik dan bijvoorbeeld zie dat vervolgens er een koopovereenkomst wordt gesloten met de provincie Overijssel, en daar staat dan dat de gemeenteraad heeft uitgesproken voor de variant waarbij de gronden worden verkocht, de gronden verkocht worden aan de provincie voor agrarische herontwikkeling. Ja, dat klopt. Maar waar is dat zinnetje dan, niet zijn de intensieve veehouderij of een agropark gebleven in die koopovereenkomst? Want die is weggelaten. Dus met andere woorden, de provincie Overijssel is eigenlijk niet goed op de hoogte van de besluiten die door deze gemeenteraad in het verleden zijn genomen. Op dit moment hebben wij met onze familie hebben wij een 1200 zeugen met alle bijbehorende biggen en een klein aantal vleesvarkens. En dat is op één locatie? Op dit moment is dat op één locatie, ja. En we hebben een andere locatie, die hebben we vorig jaar inmiddels afgestaan aan de gemeente Almelo. Die is leeggedraaid. Nou ja, en we proberen op onze thuislocatie aan de Scharrelstraat, willen we dat weer erbij hebben, zeg maar, en zodoende gestaag groeien. Gemaal is gebouwd in 1959, eigenlijk met als doel, zeg maar, om Almelo te behoeden voor wateroverlast. Zoals we dat in de periode voor het einde van de oorlog, 1946, was er in Almelo watersnood. En heeft het water eigenlijk tot ver in de binnenstad gestaan. En dat heeft alles te maken met het feit dat Almelo een soort van put is, of laag punt, waar alles langskomt. Alle water van wat afstroomt van Hengelo, Enschede, van de stuwwal in de Oldenzaal, komt uiteindelijk hier allemaal langs. En dat is één keer in de zoveel tijd is dat extreem. En in 1946 was dat heel extreem. Met als gevolg dat je dat water tot ver in de binnenstad reikte. En toen hebben bestuurders van het waterschap uiteindelijk besloten. En een belangrijke speler daarin was de heer Banis, waar het gemaal naar genoemd is. Die heeft uiteindelijk besloten om hier een gemaal te bouwen. Om het water, zeg maar, weg te pompen op het Twente-kanalen systeem. Het gemaal bestaat uit twee pompen. Achter mij is een grote pomp en daarnaast staat er nog een kleine pomp. De grote pomp die doet afgerond 6 kuub per seconde. En de kleine pomp doet 4 kuub per seconde. Bij elkaar opgeteld zit je dan aan 10 kuub per seconde. En 1 kuub is 1000 liter water. We zijn verantwoordelijk voor het peilbeheer, zoals we dat dan noemen. En ja, dat houdt in dat wij het systeem goed in de gaten houden. Ten tijde van grote afvoeren ook de waterstromen zo goed mogelijk proberen te sturen. Het water wat aankomt in Almelo wordt eigenlijk gesplitst als het gemaal aangaat. Dus een gedeelte van het water wordt via dat stukje kanaal Almelo-Nordhorn richting Jachthaven gepompt en uiteindelijk op het Twentekanaal, want dat staat allemaal met elkaar in verbinding. De rest van het water gaat eigenlijk om Almelo heen, lateraal, want het zit eigenlijk al in de naam. Is eigenlijk om Almelo heen gegraven. Dus begin jaren 70 is het lateraal kanaal bij de Schelvorst gegraven om ook dat gedeelte rondom Almelo af te stromen. De doorbraak heeft daar zeer zeker wat mee te maken. De doorbraak is een heel groot project geweest. Met verschillende doelen, natuurdoel, maar ook een waterdoel. Maar is ook zeker ook ontworpen om ook een gedeelte van het grote aanbod aan water onder Almelo af te voeren. Wij hebben een telemetriesysteem die eigenlijk door heel ons beheersgebied, en dat reikt van Haaksbergen tot aan Oud-Roeren boven in Drenthe,
Daar hebben wij allemaal stuwen en bij de belangrijke stuwen waar wij de boel in de gaten moeten houden. Heel veel van die stuwen zijn geautomatiseerd. Die zitten op een systeem wat wij ook op hoofdkantoor kunnen volgen. Dus zo houden wij de waterstanden in de gaten. En in het systeem, dat registreert ook zeg maar, bepaalde waterstanden. En daar gaan eigenlijk ook wel signalen van uit naar onze gebiedsbeheerders. Die uiteindelijk verantwoordelijk zijn zeg maar, voor het peilbeheer in de gebieden zelf. Ik ben gevraagd om vanmiddag even op het politiebureau te komen voor een gesprekje. Zoals ik je net ook al vertelde, zei Joël. Hij gaf de schroevendraaier nog een extra draai en liep daarna terug naar de bar om de volgende haak te halen. Hij bleef zo kalm mogelijk om zijn dochter niet nog bozer te laten worden. Ook hij begreep er niks van. Waarom moest hij komen? Het huis van Douwe en Caroline was bijna een week geleden in vlammen opgegaan. En nu kwam de politie bij hem. Wat had hij gedaan? Nee, er was toch inderdaad de ambitie om feel-good romans te gaan schrijven en misdaadromans. En ja, dat lukte. En daar ben ik heel blij mee. Ik zag dat je heel veel boeken geschreven hebt, ook romans. Maar er is er één uitgesprongen. Welke is dat? Dat is Na die nacht geworden. Ja. Na die nacht. En was er een aanleiding om dat boek te schrijven? Ja, eigenlijk wel. Het was geen leuke aanleiding. Ik heb op 15 augustus 2014 out of the blue 3 herseninfarcten gehad. En dat was een stressvolle periode. Paniek natuurlijk van wat gebeurt er, want we hadden geen idee wat er aan de hand was. Ik heb 24 uur op de stroke unit gelegen. En tijdens de laatste uren hadden we toch wel zoiets van, maar kan ik eigenlijk nog lezen? Kan ik nog schrijven? Want dat zijn toch dingen die, dat is niet vanzelfsprekend. En op het moment dat ik wist dat dat nog lukte, had ik zoiets van, maar hier moet ik iets mee gaan doen. Want dit gebeurt je en je weet niet waarom. Het is een waarschuwing. Proberende zoveel mogelijk mensen warm te laten lopen voor feel-good romans. Ze niet te laten denken dat het keuken- en meidenromannetjes zijn, want het is absoluut niet zo. We hebben een geweldige groep auteurs. Grote namen daarbij. Gerda van Wageningen, José Vriends, Simone Foekens, die vorig jaar de Valentijnprijs heeft gewonnen. En we hebben prachtige boeken. En alleen al op de longlist te staan. Elk jaar worden er een groot aantal boeken genomineerd. Die komen op de longlist te staan. Dat is al een heel grote eer. Ja, het is een prestigieuze prijs, begreep ik. Ja, absoluut wel. Voor ons in ieder geval wel. Meneer Zomer, een levendige bedoeling hier op RVP zien. Wat is er aan de hand? Nou, wij houden onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. En u ziet, er is een geweldige opkomst. Dus dat geeft ook aan dat we een levendige vereniging zijn. Een levendige vereniging, nabers eigenlijk? Naberschap, ja, zeker een naberschap. Sterk naberschap. Er zijn veel mensen die hier al jaren wonen. Dus ook een sterke onderlinge band. Ja. Men kijkt zeker wel om naar elkaar, dat gebeurt zonder meer. Maar ook hier is het natuurlijk ook de 21ste eeuw. Zeker, dus wij praten ook over een buurt-app en dat soort dingen. Dus die komen ook, hè? Nou, we zijn er al even mee bezig, maar ik verwacht dat het over een maand of twee effectief wordt. Er zijn wat oudere bewoners in de buurt en die hebben dan een sterkere mate van onveiligheid ervaren ze. Juist omdat ze ouder worden. En vanuit deze bewoners is dan een sterke wens om te zeggen van, gut, kunnen wij geen buurt-app maken? En dat was ook het initiatief om daartoe te komen. Vogelenzang is uiteraard een zeer boeiend onderwerp in deze buurt. Er heeft laatst nog wat over in de krant gestaan. Er zijn wat ontwikkelingen gaande. Dat Egbert en Katen inderdaad nu toestemming krijgt om zijn plannen verder te ontwikkelen. Kijk, het is per definitie een heel gevoelig thema. Dat met name ook mensen hier al heel lang wonen. En ieder heeft zijn eigen gedachten erbij. De mozaïeken in de Manskabargtunnel worden teruggeplaatst. De firma Van Heteren klaart het karwei. Het zal nog wel een poosje duren voor de hele tunnel klaar is, want
onder de overweg moet ook nog het een en ander gebeuren. Eind februari worden de mozaïekpanelen aan de overkant geplaatst. We zijn de mozaïeken aan het terughangen. Ja. En hoe lang gaat dat duren? Daar ligt helemaal aan het, hoe het werk gaat. Hè. Uitboren, herstellen. Ja, kan ik niet zeggen. Nee, ik denk dat het weer ook nog een factor is. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. De kunstwerk van jou, With Love from Almelo. Het gaat weer vertrekken. En hoe lang heeft het hier gestaan? Even kijken, eind september opgezet geloof ik. Wow, bijna 4 maanden, hè? Maar waar gaat het kunstwerk nu naartoe? Hij zou eigenlijk naar de schroot gaan, maar dat vind ik jammer. Dus ik hou hem nog even en ik ga hem even kijken of ik er wat anders van kan maken. Dus je bent nog aan het denken wat het moet worden? Ja, klopt, klopt. Die gaat hier naar Oud-Marsum. Daar heb ik een hele mooie plek daar. Daar heb ik tegenwoordig een galerietje. En daar heeft dat is een oude klooster. Die heeft een hele mooie binnentuin. Een kloostertuin. En misschien ga ik hem daar wel opzetten. En ik heb gehoord dat je alweer met andere toestanden bezig bent. Met je paard. Hoe staat het daarmee? Je rubberen paard. Ja, die is ook al klaar. De film die heb ik vanochtend toevallig gekregen. Die is klaar. Die heeft Rickert Haring voor me gemaakt, samen met Maurits Reinders. En ik ben heel benieuwd, ik heb hem nog niet gezien. Maar ik heb een paar kleine stukjes wel gezien, maar het ziet er gewoon geweldig uit. En daarmee ga ik de World Wide Web op. Kijken wat er gebeurt. Het werk van Joost van den Toren bestaat vooral uit bronzen beelden, meestal opgebouwd uit herkenbare vormen. Hier het bronzen Mystery Zone uit 1995. Nodigen een serieuze rechtbank en een vrolijke pinguïn u uit tot bezinning?